Port Harold, ja, mede-organisator van kerstpakkettenmarkt. Gekke tijd natuurlijk om dat te organiseren. En hoe is het verlopen vanavond? Nou ja, om direct maar te corrigeren, het is de kerstpakkettenroute, hè, want het is niet de markt in dit jaar. Hoe is het verlopen? Ja, heel anders dan wat we voor ogen hadden. Ja, de voorbereidingen die gaan natuurlijk altijd al starten eigenlijk al heel kort nadat de markt geweest is. Dus in januari hebben we evaluatie en dan plannen we eigenlijk al wel weer wanneer we gaan zitten. En in juni hebben we onze plannen eigenlijk al wel concreet. Toen kwam eigenlijk al wel door het succes van vorig jaar en de vele aanmeldingen, kwam het eigenlijk al wel naar voren dat we zeiden van misschien moeten we de Buitenhof erin gaan betrekken. Want dan kunnen we iets meer ruimte bieden. Hè? En ook coronaproof, niet wetende dat dat eigenlijk zo actueel zou zijn deze week. En dan hebben we vanavond de eerste avond gehad. Ja, we hebben net ook allemaal de persconferentie geluisterd. Ja, dat ziet er somber uit, denk ik. Ja, het blijft ook bij één avond. Hè? We hadden eigenlijk voor morgen hadden we ook eigenlijk nog dezelfde route gepland. Met de deelnemende winkeliers. Alleen een aantal winkeliers die mag vanaf morgen de deuren eigenlijk niet eens meer openen. De munten die moeten toch eigenlijk op een later moment of bij de winkels ingeleverd worden die nog wel open zijn. En daar komt nog iets van in deze dagen van hoe het verder dan... Daar worden de bedrijven die dus muntjes hebben aangeschaft voor hun personeel, die worden daarover geïnformeerd. Dus kijk, uiteindelijk is daar ook, dat is eigenlijk allemaal al met hun geregeld. En die hoeven we dus alleen maar te communiceren. En vanuit het personeel van die bedrijven, die krijgt via het bedrijf dan wel bericht. Ja, hoe is het verder met ondernemend Geenemuiden? Horeca, kaai of is natuurlijk zeer lastig. Helemaal niet open, de afgelopen 2 maanden al niet. Vooruitkijkend nu tot en met 19 januari al niet, dus dat is weer 3 maanden. We waren al bijna 3 maanden dicht, dus dat betekent gewoon een half jaar dicht. En dat is zuur. Dus we richten ons nu wel volledig op het kerstmenu. Ik moet zeggen dat begint wel mooi te lopen nu. Dus we hopen dat we daar, Geenemuiden daar toch massaal voor kiest. Ik zeg al, dan helpen ze ons een beetje mee en helpen ze zichzelf ook met een lekker kerstmenu waar ze niet zoveel voor hoeven te doen. Dus ja, en dan maar hopen dat 2021 heel anders zal zijn. Nou, laten we dat hopen met elkaar en dat we er toch doorheen komen met elkaar. Dit is een gekke crisis natuurlijk. Ja, dat hopen wij ook zeker. En premier Rutte gaf aan, ik heb goede moed voor volgend jaar. Daar sluit ik me dan maar bij aan.